Mag ik eens iets vragen? Gossip Guy, moeten we roddelen? Of, Als jullie echt een goede roddel hebben... Zeker. Het schijnt zo... Dat meen je niet. Ik was met je dokter aan het praten, hoe zit dat? En hoe vaak praat hij tegen zijn dochter? Ja, hoe zit dat? Ik heb een vriendin. En weet uw vriendin dat jij regelmatig met Zita een keer praat? Je bent een auto. Hopla. Jij bent Lightning McQueen. Ciao. Wow! Oh. Wat dan mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik hier met Koen en Chris Wouters. Oftewel Clouseau, heer, alles oké met jullie? Zeer zeker, zeer zeker. Mag ik anders direct iets vragen, wat ik juist vergeten vragen ben? Jij mocht iets vragen van mij. Welke kapper ga jij? Nee. dat Gossip Guy logo, ja. Waar, hoe zetten dat erop? Of is waar heb je dat gehaald? Of, Ik heb het er zelf opgetekend, een paar jaar geleden. Nee, dat is iets dat je gewoon online kunt bestellen. Ken je online, dat is zo'n wereld die zich ergens in de lucht bevindt. Je gaat daar naartoe. Je zegt plofkap personaliseren. Up, en je krijgt direct 10 verschillende mogelijkheden. Je kunt er je foto laten opzetten als je wil. Echt? Online geen fysieke plek, maar je kunt er wel dingen vandaan halen. Ongelooflijk. Ik ben analoog geboren, jongen. Nu, wij zitten hier niet alleen. Er zit hier nog iemand. Dat is Willy, mijn co-host vandaag. Nee, maar je zit in Parijs. Alleen. Oh, shit. Dat is makkelijk. Dat is the good life, hè. Heb jij niet ook een croissant of een baguette vast? Wat had je vast? Een croissant. Serieus, een croissant zie ik. Amai. Wow. Dat is de grootste croissant die ik ooit gezien heb. Of zou je liever ergens anders zitten? Want allee, wij zijn niet moeilijk. Hè, voor mij is dat helemaal oké. De verbinding vanuit Parijs is oké. Dit is helemaal oké. Vanaf hier alles in orde. Dat is goed. Nu, ik ken jullie, Willy kent jullie. Voor de mensen die misschien nog niet goed weten wie jullie zijn, van waar zouden ze jullie kunnen kennen? Wij maken muziek met Cluzo, al 40 jaar. Oh. Dus misschien is er wel een liedje links of rechts dat ze kennen. Misschien van hun ouders of weet ik veel, van de radio of van een of andere podcast. Radio. Of van op Spotify. Spotify? En, Cluzo. Ja. En jullie zijn ook broers. Klopt, ja. Nog steeds. Al heel ons leven. Zijn jullie competitief? Onderling? Competitief? Ja. Hangt er vanaf waarvoor? Vroeger bij autoracen waren wij wel competitief samen als we met elkaar reden. Tegen elkaar als we tegen elkaar reden. Letterlijk liefst, maar wel in andere auto's. De rest, in Clouseau is er geen competitie of zo. Dat lijkt me logisch. Dat lijkt me logisch. Maar... Nee, dat is niet zo logisch. Nee? Nee, ik vind dat niet. Je hebt veel broederparen in de muziek die competitief kunnen dat misschien moeilijk noemen, maar die niet speciaal aanvullend zijn of zo. Of die eerder elkaars plaatsen ambiëren. Of, bij ons is dat niet. Ik sta vooraan op het podium en Chris een beetje meer naar achteren. Mm-hmm. Wij vinden dat allebei best zo en hij is veel meer de muzikale directeur van... staan, Willy. Ja. Ik ken het. Ja, zelfs al zit ik in Jamaica, ik heb toch een gevoel dat ik zo'n persoonlijk... Ik zit in Jamaica nu. Ik ben eigenlijk de Chris Wouters van de podcast eigenlijk. Ja, zonder dat we broers zijn. Sorry, maar ik zou ook liever in Jamaica. dat kunnen we moeilijk regelen. Oké, jullie zijn competitief, niet in Clouseau, maar wat zijn dan bijvoorbeeld dingen in jullie kindertijd? Hebben jullie veel... Ja, op welke manier waren jullie competitief onderling? Was het dan om het snelst te lopen? Want ik bedoel, het grote broer-effect is een ding. Het is moeilijk om sneller te lopen dan die grote broer. Ik heb ook langere benen. Dat is echt heel makkelijk altijd geweest om sneller te lopen. Oké, dat is gewoon, ik ben 12 centimeter, denk ik. Hè. Makkelijk. Makkelijk. Dus de genetische loterij gewonnen. Ja, ik ben ook intelligenter en mooier. Ja. Dus, En ook meer bescheiden, hè? Ja. Meer bescheiden ook, ja. Maar niet competitief. Nee. Je zei ook iets over het autoracen. Jij race niet alleen met auto's, jij bent een auto. Hopla. Jij bent Lightning McQueen. Ka-chow. Wow. Een echte. Ik wou het je vragen, kun je mij eens een ka-chow geven? Maar dat was super natuurlijk. Wauw. Dat is voor mij echt kippenvel, hè. Dat is de enige die ik ooit gedaan heb. En dat is effectief, omdat ik vond die eerste echt vreegeestig. Ik keek dat dan naar mijn kinderen, maar ik keek er liever naar dan die gasten. Ik mocht gewoon Lightning McQueen zijn. Dus ik dacht, dat moet ik echt aannemen. Dat was niet zo'n super, super grote rol op een of andere manier. En was het doen, het inlezen, of was eigenlijk wel vrij tof. Omdat je echt met de mond van de figuurken, van het personage moest rekening houden. En, maar dat is natuurlijk in het Nederlands vertaald. Kwam allemaal niet zo vlot uit. Ah, ja. En eigenlijk mocht ik daar mijn gewone stem gebruiken. Ik moest niet plots heel anders spreken of zo. Of ik kon gewoon ciao zeggen. En dan was dat goed. Dat is super cool. Gaaf, man. En hoe komt zoiets tot stand? Word je gecontacteerd en zeg je van, we willen graag dat jij de stem doet. Is dat mijn audities? Of hoe werkt ik heb daar geen auditie voor gedaan. Maar via het management, neem ik aan,
gecontacteerd geweest, omdat zij ook weten van, oké, je bent met mijn racerij bezig. Ik spreek hier tegen Jamaica, ook tegelijkertijd. Kijk gewoon naar Jamaica. Ziet u dat zitten? Zou het iets zijn voor u? Want wij zien dat wel natuurlijk ook. Ik was dan al, ja, je bent bekend, dus voor hun is dat een goede promo. Ja, maar... Ik denk het enige wat ik heb moeten doen buiten het inlezen is naar de première gaan of zo. Ah, okay. Ik kan me dat zelfs niet meer herinneren. Voor het geld moeten we dat niet doen, want dat wordt schijt slecht betaald. Of slecht niet, maar we zijn verwend wat dat betreft. Ja. Dat is echt iets dat je doet, omdat je het echt leuk vindt. Dat lijkt mij heel cool. Als jullie, kijk even heel goed naar Willy en dan heel goed naar mij. Als jullie ons zouden moeten casten in een animatiefilm, wat voor personage zouden wij kunnen spelen? Alright. Ik zie de Willy wel in Ice Age zo met een eikel rondlopen. Zo. Ja, okay, dat zie ik wel gebeuren. Als de eikel of als de eekhoorn? Als de eekhoorn. Ah, okay. Ik zou de eikel dan wel willen zijn. Als ik mezelf mag casten, dan ben ik gewoon de eikel misschien. Ik vind dat goed. Ik zou het daarbij laten. Ik denk dat we dat kunnen overtreffen. We moeten niet verder zoeken. Vroeg me af. Ik ben, by the way, ongelooflijk fan. Jullie ben zijn je dat nu al aan het spoileren? Sorry. Ik kon je niet inhouden. Ik weet het. Het wordt even te veel. Jullie zijn het allereerste concert in het Sportpaleis waar ik ooit naartoe ben geweest. Ah, ik denk dat 2007 was, 2008, met mijn meter en onkel. Top. En dat was ongelooflijk. Maar wat ik wel heb gemerkt is in jullie muziek, hoor ik heel vaak dat uw stemgeluid, Koen, vaak anders is. Dat ik bijvoorbeeld in het nummer van Anne of in Louise, dat uw stem op de ene zwaarder klinkt dan op de andere. Ja. Is dat iets dat jullie bewust doen? Of is dat gewoon van, we zijn gaan zuipen en we zijn de studio ingedoken? Of die eerste platen en de nummers die je noemt, ja, dat is meer van uitgeweest weinig of niet geslapen. En dan, daar gaat ze zo tot stand gekomen. Hè. Daar gaat ze, kwam ik in de studio. Ik was dan niet één nacht, maar een paar nachten, denk ik, op stap geweest. En mijn stem was totaal naar de vaantjes. En eigenlijk was het... Er kwam niks uit. Daar kwam het op neer. Dus ze hebben verschillende nummers toen opgelegd. Maar dat was direct duidelijk van, daar kun je niet aan, daar kun je niet aan. Allee, wat is hier het nummer met het minst hoog om te zingen? Ah ja, daar gaat ze. Ja, dat is niet hoog. Allee, probeer het, daar gaat ze. Daar gaat ze. Wow, dat werkt. Dat is misschien wel speciaal voor dat nummer. Ja. Maar eigenlijk was het uit onkunde, hè? Niet uit smaak of zo. Wat ik wel geleerd heb doorheen de jaren, is een beetje rekening houden met... toch bij momenten iets voorzichtiger zijn in mijn feestgedruis. Want dat heeft natuurlijk zijn repercussies de dag nadien, als je moet zingen. En ik heb ook leren zingen. Ik wist vroeger totaal niet wat ik deed. Alhoewel dat wij allemaal wel zingen van kindsbeen af... In een kerkkoortje en zo, in het kinder- en jeugdkoor. Dus het is niet dat zingen ons vreemd is, maar een keer dat je veel stemgebruik hebt, wat moet ik precies doen of laten? Hoe puur technisch gezien? En dan ga je op zangles. En het is eigenlijk Jan Leijers en Paul Michiels van Soul Sister en Bart Peters en de vroegere broertjes Mossuze, die gingen al naar een zangleraar en zij hebben mij gezegd, je moet daar naartoe gaan, want anders gaat... En dat heeft mij eigenlijk een beetje gered. Vanaf toen wist ik zo'n beetje van, zo marcheert dat allemaal en dan misbruikt je stem minder, waardoor dat mijn stem ook anders begint te klinken. Ja. Doorheen de jaren en de cd's en dan... Cd's zeg ik nu. LP's, allee, plaatjes, nummers. En als je Clouseau 30 bijvoorbeeld oplegt, dat is een verzamelplaat die we gemaakt hebben 10 jaar geleden, na 30 jaar Clouseau, en dan dat staat daar chronologisch op. Als je daar doorgaat, dan hoorde... Iemand ouder worden. Okay. Ja, en een zanger die stilstaan begint te beseffen wat dat hem aan het doen is. Ja. En dan, oké, de ene keer gebruikte die microfoon, en de andere keer een ander, dat klinkt dan al direct anders. Of er zijn andere producers die erbij betrokken zijn. Er zijn veel dingen die invloed kunnen hebben op... Dit is volgens mij de meest technische vraag dat jij ooit gesteld hebt. Ja. En de meest technische uitleg dat we ooit hebben gekregen. Ja, excuses daarvoor. Nee, een technische uitleg was die je nodig had, maar educatiever dan Nerdland. Hè? Ah, voilà. Ja. Het is dat. Het is keigoed dat we dit stuk hebben. Dan kunnen we dat eruit knippen. Chris, jij bent ook, jullie eigenlijk allebei, veel bezig met racen, Formule 1. Op dit moment, als jullie nu zouden racen, wie wint er? Tussen ons? Ja. Op dit moment? Ja. Ik denk Koen, ja. Oké. Okay. Maar dat is omdat Chris heeft nu een tijd zelf niet geraced. Oké. Geef mij een koers of twee en dan is dat terug in evenwicht. Oké. Ik heb een cadeautje voor jullie. Het zit in deze doos. Je mocht die samen openen. Daar mist er. Ik alvast deze nemen, kunt jij eruit. Ik ga deze voor jou aanzetten. Trek eens aan de trekker. Dat is een Lamborghini en jij hebt er natuurlijk ook een. En ik denk, als we hier dan toch zijn, laten we even racen. We zullen een parcours opstellen. Dat is al met drift en al. Ready to go, babies. Loop een keer voor wat we moeten doen. Okay. Door het oerwoud.
Okay. Je gaat rond de rotonde, je vliegt over de Clouseau-schans. Oké, okay. Formidabel. We hebben een pistool nodig, dat hebben we niet. We hebben een pistool hier. Oké, okay, zijn jullie ready? Ja, zeker. Zeker. 3, 2, 1. Oh, oh. Het hele oerwoud al omver. Rond de rotonde. Oké, okay, over de rotonde, ook oké. Okay. Hey! Ik zie hem niet meer. Mijn koen is helemaal buiten beeld gewoon. Ah, jongen, wat is dat voor een rare? Ja, oh, shit. De politie is hier. Ah, shit. Hier ze, zit een dikke gat. Hier ze. Hey, flikken! Jawel, jawel. Meneer de politie, dat is toch geen probleem dat wij hier zijn? Of? Jullie zijn hier illegaal aan drag racen, zie ik. Ja, ja, maar dat was een toeval. Hebben jullie daar een vergunning voor? Hebben jullie een vergunning? Ja, sowieso. Zou ik je kunnen zien, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Wacht, ik ga jullie direct tonen. Hier. Een bankje, een bankkaart. Een drankkaart van een racevergunning. Okay. Oh, wow! Dat is effectief. Echt een racevergunning. Dat is crazy. Dat is effectief. Corrected eyesight, yes. En je hebt geen bril aan. Nee, maar ik heb mijn ogen laten. Ik heb nieuwe lenzen. Dus. Ja, dat gaat toch een boete zijn, heren. Dat gaat een boete zijn van 5 miljoen miljard. 5 miljoen miljard. 5 miljoen miljard. Dat is een paar sportpaleizen. Maar jullie zijn van Clouseau. Ja, maar dan laten we de boete vallen. Ah, maar ja, we zijn grote fan. Misschien kunnen we dat wel oplossen. Misschien kunnen jullie gewoon op een andere manier onze platen signeren. Ah, dat is een sympathiek alternatief. Ja. Weet ik. Chris? Oké. Okay. Wacht, dus die is er niet meer bij. Die nog niet. En die nog niet. Oké. Okay. Sorry. Dat is oké. Ah, ja, maar zijn er niet meer bij. Ja, voilà, dat is niet. Nee, eerlijk is eerlijk. Ja. Bedankt. In ruil voor mijn racelicentie. Ik heb die opgegeten. Dat ging snel. Okay. Het was net van vorig jaar. Ik zal een andere aanvraag doen. Gaan we deze niet nodig hebben, hè? Nee. Ja, we hadden ons voorbereid op het eerste. De dingen voor uw vrije tijd, oude vrienden, vrije tijd. Hoor. Ik denk dat ik die effectief wel heb teruggegeven, niet? Ja, ik heb die niet teruggegeven. Nee. Really? Ergens moet ze nog... Moeten we u in de boeien slagen, misschien? Aha. Aha. Hoe is die... Wat een goocheltruc was dat eigenlijk? Kom, want ik heb binnen 2 weekends een race. Jullie hebben het proberen pikken van de racelicentie. Je weet hoe dat zit. Doe maar, hè. Je weet dat de regels zijn. Die zijn heel duidelijk eigenlijk. We pikken niet meer van onze gasten. Nee. Ik betaal u nu. Dus braaf blijven zitten. Ja, papa. Nee, ik vind het echt ongelooflijk cool dat jullie effectief in een raceteam zitten. Ik kan me ook voorstellen dat best met wat gevaren komt, niet? Maar wij racen al, we zijn begonnen in 1992. Oké. Okay. Dus wij racen wel al even. Ja. Dus ondertussen... Je hebt gelijk, dat is supercool. Want dat is echt, racen, dat is zeker de laatste jaren hoe dat we deden, was echt super vet circuit op. Een paar ronden rijden, binnenkomen. De ingenieur gaat dan de data uit een auto halen. Ja. En dan gaan we achter het computerscherm zitten en de data checken van waar remde, hoe stuurde. Precies, ja. Echt. Echt. Precies, echt. Ja, super tof. Ja. Mag ik eens iets vragen? Uiteraard. Gossip Guy. Mm-hmm. Wat waren die naam? Moeten we roddelen? Of, Dat is. Eigenlijk echt een misconceptie. Dat is iets waar ik ooit als joke gestart ben, omdat Gossip Guy goed klonk, vond ik. Omdat dat leek op Gossip Girl, de serie. We hebben er nog nooit echt geroddeld, hè. Maar dat is niet gebeurd. Zullen we anders eens... Het staat een beetje op de bucket. Maar dus als jullie echt een goede roddel hebben... En ondertussen zijn we ook al wel, niet zo lang als Clouseau natuurlijk, maar toch wel 5 jaar bezig om nu nog van naam te veranderen. Ja, dat is een beetje het ding. Mensen vragen van, wil je ooit veranderen van naam? Dat gaat moeilijk. Nee, ik dacht dat er misschien een soort vast roddelrubriekje zou zijn om de naam te rechtvaardigen, maar goed. We kunnen dat starten. We kunnen dat zeker doen. Hebben jullie nog een sappige roddel uit de mediawereld? Zeker. En dat schijnt... Ik weet niet of... Allee. Het schijnt zo Bart Kuil en Luc Appelman zouden een koppel zijn. Dat meent je niet. Echt? Wow. Maar ja, allee, er wordt zoveel verteld. Dat is straf. Maar, De echte naam van Laura Tesoro is... Laurea Tresorium. Ik dacht dat het Tresoro was. Van de eenvoudig. Maar dat is eigenlijk geen echte gossip, hè. Ja. Nee, iedereen weet dat is waar. Ja, dat is ook weer waar. De Willy van Gossip Guy die woont niet echt in Jamaica. What? Bro, what the fuck? Nee, maar het schijnt verblijft hij vaak in Parijs. Ik vroeg me af of jullie ooit hebben getwijfeld om de naam Clouseau te veranderen. Is dat ooit ter sprake geweest? Nee, maar het is wel een heel stomme naam. Het is niet speciaal een goede. Ik vind dat een goede naam. Het is ook niet desastreus. Weet je wat het is met namen van bands? Hè? Zolang dat je niet bekend bent, is dat iets. Ja. En vanaf dat je bekend bent, is die naam wat het is en trekt niemand zich daar nog iets van aan. Want daar gaan dus... In zeer veel gevallen vergaderingen aan vooraf van de bandleden op café. Dan zeggen ze, hoe gaan we onze band noemen? In ons geval is dat dus de achternaam van een Franse fictieve politie-inspecteur. Ja, de Pink Panther. Clouseau, ja, oké. Okay.
niet speciaal de beste naam van de wereld voor een band, vind ik. Het klinkt maar goed. Goed, de Beatles waren dat ook niet. En toch vindt iedereen de Beatles een fantastische naam. Maar eigenlijk wil dat zeggen de Kevers. Mm-hmm. Pff, ja. Je moet gewoon goede muziek maken, denk ik. Dan. Ja, maar, ja. Misschien is dat dus de move. Vanaf dat je gekend bent, is die naam geen issue meer. Hè. Okay. Dus we hebben eigenlijk nooit... Ja. De Bob, vroeger onze drummer, die de band eigenlijk gevormd heeft, die imiteerde op café altijd inspecteur Clouseau. Ah, okay. En zo French-English van die even geum en is der een feun in de geum. Dus na een tijd begon iedereen te zeggen als een café binnenkwam, ah, Clouseau is daar. En als we dan met die band begonnen, is dat de naam geworden. Ja, die naam bestond eigenlijk al en er is een band rond gevormd. Oké. Okay. Leuk. Iets wat ik mij al heel lang afvraag, is niet waar, sinds vanochtend. Ik ging juist zeggen, hoe lang precies? Al 40 jaar. 40 minuten. Wat is de laatste keer dat jullie een middelvinger hebben opgestoken naar iemand? Dat je echt zo gepist waart, dat je echt zo naar dat klein kinderachtig gebaar teruggegrepen hebt en een middelvinger hebt opgestoken? Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb zelfs. Nog nooit? Nee. Wow. Oh, damn. Zo gelijk in de wagen bedoelde... Dat was de eerste keer. Ik ken het gebaar wel, hè. Nee, maar ik roep in een wagen. Oké. Okay. Als er iemand een stommiteit op de plek van mijn middelvinger... Ja, wel, dat is een hele slimme. Ik stomme hond! Ja. Ik heb ene keer in het verkeer mijn middelvinger opgestoken naar ene die als een zot overal zo tussen te wazen op de ring van Brussel. Op Formule 1 circuit. En echt... Alleen gevaarlijk. Ja. Dus ik denk, oh, heel nozelaar, nu kruiden naartoe, tot als ik die passeur... En die werd... Dit is het resultaat. Ja, die werd heel kwaad. Oh, wow. En die heeft me 10 kilometer achtervolgd. Wow. Maar op een gevaarlijke manier achtervolgd. Dus ik voelde mijn eigen geroepen om die los te gooien. Wat enigszins lukte. Maar toen ik de afrit nam, een andere afrit dan die ik eigenlijk moest hebben, omdat ik dacht van ja, dat is een goed manoeuvre van mij, dan bleek dat hij had me toch zien afgaan, dat hij die ook nam. En er stonden wat auto's voor mij en tussen hem en mij. En die is uit zijn auto gestapt, liep naar mijn auto toe. En ik zag die komen. Ik denk, ja, een fact, hè. Die gaan nu op mijn gezicht slagen. Hè. Dus ik ging dan met een gsm en ik dacht, ja, nu, ik zal hem gewoon een beetje doen. Of ik kan bellen was. Gelukkig belt er niemand op die moment. Want hetzelfde geld doe ik, dat kan bellen bij een rinkeltje. Je mag niet bellen in de auto. Hè. Nee, maar ik stond stil, hè. Allee, ja. En die bonkten op mijn raam. En toen gebeurde het wonderlijke. Dus ik kreeg ook wel wat schrik. Ik denk, ik ga ze open doen, maar het eerste wat ik krijg is een vuist. En wat nog nooit eerder gebeurd was, was dat mijn grote hond, een Ridgeback, van 40 kilo spier, die altijd in de koffer zit, was nog nooit uit zijn koffer gekomen. Maar toen, plots, zat hij in een split second over de achterbank met zijn kop tussen de twee voor zijn... Was kei kwaad op die gast. Die dus back-off deed en die zei... tu me montres un peu plus de respect là avec toi. Zo, allez. En ik zei, ja, sorry, ik had dat niet mogen doen. Nee, maar ik was wel blij toen dat mijn hond bij mij was. Ja, dat heeft dat toch een beetje de situatie kunnen op een of andere manier in mijn voordeel doen omdraaien. Om maar te zeggen, kwaad worden met een middelvinger. Niet goed, je kunt beter zeggen, stomme hond. Ik roep gewoon. Dus de tip is geen middelvingers gooien, gewoon een hele goede, trouwe hond kopen. Het is een mogelijkheid. Is dat genoteerd? Ik ben hier dingen aan het noteren. Hè. Ik ben voor de educatiefste podcast aan België. Roepen, geen middelvinger. Heb je geen hond? Ik heb geen hand, nee, ik heb een kat. Hand kopen, schrijf maar op. Hand kopen, natuurlijk. Weet je wat ik echt mis? Reisje rond de wereld doen. Je kunt dat gewoon hier doen, hè? In de studio. Ja. Als ik hier opsta, dan kijk ik misschien nog op de koelkast. Op de koelkast? Wacht. Dit is het niet, hè? Is er geen efficiëntere manier om reisjes rond de wereld te doen? Amai, dus kijk toevallig dat je dat vraagt, want de sponsor van deze week is Kilroy. Kilroy. Voor degenen onder jullie die Kilroy nog niet kennen, Kilroy is een organisatie die trips organiseert voor jongeren. En die trips die dat zij organiseren, die zijn echt op maat gemaakt voor u. Kortom is het eigenlijk gewoon een manier om op avontuur te gaan met een groep leuke mensen, nieuwe mensen te leren kennen en ook nieuwe culturen te leren kennen, niet de standaard adresjes te bezoeken. Want er zijn bepaalde sites die je kunt opzoeken van 3 dingen te doen in Brazilië en dan krijg je altijd de 3zelfde dingen. Maar de founders van Kilroy zijn zelf ook backpackers, dus die maken reizen die ze zelf ook leuk zouden vinden. Ja. Dus, wilt jij op avontuur gaan, wilt jij de wereld verkennen op een leuke manier, met leuke mensen, kilroy.be is the place to be, of the site to be. En als je in Gent woont, is er daar ook een kantoor, dus kun je altijd langs gaan. Geniet van de rest van deze podcast met Clouseau. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne, deze advertentie zal niet meer langer duren. Terug naar de aflevering, baby. Yeah, yeah. Kunnen jullie tegen kittelen? Ja. Ja? Nee, dat is niet voor. Ik was met die dokter aan het praten, en ziet dat. En
Ik zei, ik heb een korte podcast met je papa. Hij zei, je moet checken wat hij tegen Kittel kan. Ah, ja. We hebben overwogen. Een Kittel-segment of een race-segment. Wat zeg je? En hoe vaak praten jij tegen zijn dochter? Ja, hoe zit dat? En waarover jullie praten? Waarom praten jullie dan? En hoe lang zijn jullie al aan de gang? Puur zakelijk. Ik heb een vriendin, dus ik... En weet je vriendin dat jij regelmatig met zit en ik praat? Wat op? Met ook papa? Of... Peter van Zita. Peter? Ah ja. Nog erger. Dus als de opvoeding faalt, dan moet de Peter inspringen. Oh. Weet dat toch? Ja. Hij zal vaak moeten tussen mij komen. Zijn jullie beschermende types tegenover jullie kinderen? Maar als in echt zo van, met wie ga jij om? Naar waar ga jij? Nee. Zodat... Nee, absoluut niet. Nee, maar wel beschermend, maar op een bepaald moment besefte wel van, ik heb hier toch niks meer te zeggen. Mm. Dus... Van wie is die beer? Let it go. Die beer? Ik had die niet eens opgemerkt. Ik ook niet, maar jij bent over kinderen bezig en ik kijk naar Koen. Ik zie daar in de achtergrond een gigantische beer staan. Dat is eigenlijk echt een heel uniek verhaal, maar dat is een meisje die volgde wat wij hier aan het doen waren en die zei van, hey, ik heb ooit een... Sorry. Ik heb een beer voor jou. Ja, die zei van, hey, ik heb ooit een beer gekregen van mijn vriendje. Die heeft mij bedrogen. Ik wil die beer niet meer. Wilt jij die hebben? En die stuurde een foto en ik dacht van, dat is wel een cool ding gewoon. Cool. Ken je de naam van de vriend? Nee. Had ik moeten... Heeft de beer een naam? Ik wou die samen met jullie verzinnen eigenlijk. Dat is speciaal waarom ik jullie heb uitgenodigd. Wat is een goede naam voor de beer? Hoe was uw naam er al? Matthias, hè? Matthias, ja. Ik zou dat doen, zij dat het verwarrend wordt natuurlijk. Hè. Dan, Nee. Maar er is er sowieso altijd een Matthias in beeld. Ja. Alhoewel, nee, ik vind het wel sympathiek. Maar het mag net zo makkelijk Red Dragon zijn of zo. Ook niet slecht. Jos. Jos. Oh. Wow. Hebben we genoeg namen? Oké, drop in de comments wat dat de uiteindelijke naam moet zijn voor deze beer. Matches the Red Dragon, Jos. Laat het weten. Jos vind ik goed. Ja. Jos is simpel, hè? Jos is heel simpel, inderdaad. En inderdaad, het is ook een makkelijke roepnaam. Als we hem nodig hebben, dan kunnen we gewoon makkelijker dan Red Dragon. Nu, we hebben al heel veel vragen gesteld, maar is er iets waar jullie mee zitten? Is dat jullie graag zouden willen delen, nu dat heel de wereld aan het kijken is? Is dat jullie zeggen van, kijk, als ik daar nog even over kan praten, dat zou heel fijn zijn? Ik heb een vraag. Het is zelfs nog een serieuze vraag. Oh, wow. Maar je mag er ook ludiek op reageren. Okay. Ik sluit niks uit. Ik doe dat nooit. Ik ben altijd zo. Vanaf 18 ben je dus volwassen. Correct. Bij wet. Je kunt doen en laten wat je wilt. Je hebt je ouders niet meer nodig. Dus in welke mate vind je... Hoe oud ben je? Ik ben nu 24. In welke mate vind je als 24-jarige dat je ma of pa zich nog mag moeien met je leven of nog wat structuur mag geven of nog wat richting mag geven? Of zeg de jongen, het is aan mij, loop me gerust. Dit voelt als een heel echte persoonlijke vraag. Ja, ik zit volop met dat soort leeftijd in mijn kot. Ja. En eigenlijk kom ik alleen maar... tegen van papa gezaagd. Mm. Dat komt op neer. Ben u ook wel een zaag? Ik vraag altijd advies aan mijn ouders. Maar mijn ouders komen ook wel vaak met advies. En dan zeg ik van, nee, ik weet wel wat ik doe. Maar wanneer ik niet weet wat ik moet doen, dan kom ik wel altijd bij hen terecht. Dus in welke mate dat je zelf advies moet geven, dat vind ik heel moeilijk. En hoe is dat in Parijs? Bij mij is dat om daar ook heel serieus op te antwoorden. Ik kom heel goed overeen met mijn vader. Hoe oud ben je? 24 ook. Ook 24. Ja. Moet je alleen maar binnen als je 24 bent. Ja. Matthias? Oh, ah, okay. Ja. Wat ik wel heb gemerkt is, de 18-jarige versie van mezelf en de 24-jarige versie van mezelf zijn twee verschillende mensen. Ah, ja. Je hebt een zekere arrogantie als je 18 bent en je denkt van ik ben volwassen en ik ben groot en ik weet alles al. En hoe ouder dus dat er is wordt, hoop eigenlijk voor er mij. Is zeker hoop, er is zeker hoop. Absoluut. Nee, maar ik denk dat vooral heel serieus, heel grappig dat ik ouder advies had. Maar nee, hij heeft ook een kat, dus hij is ook een beetje kat. Dus hij weet wel wat het hem over praat. Nee, ik denk dat het belangrijker is om er te zijn voor de kinderen wanneer ze erachter vragen, dan ze te sturen in de richting dat jij wilt dat ze naartoe gaan. Oké. Ik vind dat een goed advies. Ik ga dat ter harte nemen. En dat is ook zo dat ik het aanvoel, hoor. Maar ik vind dat wel geestig. Eigenlijk is dat wel eens tof van de rollen om te draaien. Hè? Vaak wordt er gezegd, je bent ouder, hoe zie je dat? Maar voor sommige dingen moet het omgekeerd zijn. Hè? Vind ik dat wel eens interessant. Misschien moet je daar eens een aparte podcast over maken. Ja, we gaan dat doen. Gewoon wij met twee, of wij met z'n allen, een generatiekloof-podcast. Ja. Parent ja. Guy. Ja? Ja. Het oudercontact. Het oudercontact is nog wel goed. Ja. En wie zijn wij dan? Wij zijn de kinderen. Hè? De kinderen, oké. Okay. Daar zouden toch veel jonge gasten in geïnteresseerd zijn, niet? Absoluut. Je moet niet altijd serieus zijn, hè? Nee. Maar zwart, dit volledig terzijde. Wat is voor jullie zo het meest dierbare bezit uit je kindertijd? Dat je denkt, van dat heb ik zo mijn hele leven bijgehouden. Ik had een beertje. Een beertje. Niet de Jos. Ander formaat ook? Ander formaat, kleiner, superzacht. Ik sprak daarmee, die begreep mij. Die heeft vele oorlogen overleefd, want mijn broers en zussen hebben daar ook vaak mee gegooid, waardoor een hoofd of een arm plots afvloog. Mijn ma heeft dat altijd moeten naaien. Dat heeft dat ook gedaan. Want op
Op den duur is al dat zaagsel eruit natuurlijk. Dus dat, is zo'n... dat is geen beer meer, dat is gewoon een soort velletje. En ik begrijp nog altijd niet waarom ik die ooit heb weggedaan. Want ik was 14 toen ik er nog mee sliep. Mm-hmm. En eigenlijk denk ik dat ik onder druk, omdat dat dan niet meer hoort of zo, die weglaten. Maar ik zou er nu nog mee willen slapen eigenlijk. Dus dat is mijn dierbaarste bezit van vroeger. Dat is mooi. En jij hebt dat dus kapot proberen maken? Nee. nee. En ik heb ook geen enkel bezit meer van niks toen ik meer. Jong was. Nee, okay, ja. Ik moest altijd alles afgeven aan mijn jongere broer. Oh, ik heb het gevoel dat we iets gestart zijn. Yes, sorry. Ja, nee, maar ik heb echt nooit iets bijgehouden of zo. Ja. Ik kan me ook niet veel meer herinneren van toen ik jong was. Dat is al zo lang geleden. Ik weet wel dat ik mijn kamer vol heb gehangen met posters. Mm-hmm. Maar niet van een of andere mooie jonge popster, maar wel van volleyballers. Oh. Oké. Okay. Ja, ik had allemaal ik ben een volleyballer altijd geweest. Ik had allemaal actiefoto's van mooie blokvorming en dat soort gasten die heel ook sprongen om aan te vallen. Cool. Ik had posters van volleybal op mijn kamer. Ik kan helemaal vrouwen met een titel. Fair enough. Met andere volleyballen. Nee, bij mij waren het voetballers. Okay. Hebben jullie af en toe in elkaars kamers dingen gestolen en zo van elkaar? Wij sliepen bij elkaar. Ah, dus het was de ene kant volleyballen en de andere kant volleyballen. Wij waren met 6 kinderen thuis. Oh, my. Dus wij zijn de 2 jongsten. Dus er werd wel niet aan onze ouders in huis hadden met 7 kamers voor hen en voor hun 6 kinderen. Dus er werd wel wat bij ingeduwd. Zo. Okay. Jullie zijn, als ik dat goed begrijp heb, jullie zijn iets ouder dan ons. Klopt dat nog? Ja, maar niet veel. Jij bent 24? 24. Ja, maar ik 34. Ah, okay. Voilà, in die 10 extra levensjaren hebben jullie waarschijnlijk heel wat dingen bijgeleerd. Wat is iets wat wij van jullie kunnen leren? We kruipen onder de draad. Nee. Ja, ken je die? We kruipen onder de draad? Geduld. Voor onder de geduld? Ja. Twijfel ik niet aan dat we daar... Niet dat wij zoveel geduld hebben, maar we zouden het graag hebben. En we weten dat dat beter is. Ja, en toen ik 24 was, dan wist ik nog niet dat het beter was. Hmm. Want ik heb gelachen, maar wat betekent onder de draad kruipen? Is dat gewoon niet betalen voor iets? Dat is niet betalen. Oké. Okay. Zo. Nee. Oké, ik zal toch vlug het onder de draad effect uitleggen. Weet jij het, Willy? Geen idee. Niet doen? Het is gewoon niet betalen. Nee, het is niet betalen. Ah, okay. Ik zou, mocht ik alles kunnen terug herbeginnen, maar ja, dat is niet voor iedereen zo. Hè. Mm-hmm. Maar ik zou veel meer sporten, op een slimme manier. Maar dat is typisch dat je niet op leeftijd van 24 bijvoorbeeld, mm-hmm, denkt aan wat de mogelijke effecten zijn voor als je dan later een pak ouder bent. Mm-hmm. Dus nooit niks om zeep of zo. Maar allee, wat ik nu, mocht ik het kunnen herhalen, terug zou doen, is niet denken, FOMO zou ik veel minder hebben. Oh, ja. Dat is highly overrated. Okay. Mm-hmm. Overal willen bij zijn, ik snap het wel, maar het is achteraf gezien niet echt nodig. En zo denken dat je altijd moet druk zijn en bezig zijn en overal moet bij zijn. En ik vind het nu heel spijtig dat ik nooit heb durven zeggen tegen de anderen van Clouseau en tegen het management, zoveel jaar geleden van, weet je wat, de maand maart, ik ben niet vrij. Ja. En ik pak mijn rugzak en ik ga naar ik weet niet waar en ik ben een maand weg. Ik heb dat nooit gedurfd, zelfs een vrije dag schaamde ik mij voor, want oei, wat gaan de mensen zeggen? Ja. Dus wat gaan de mensen zeggen is, don't go there, mm-hmm, whatever. Ze zeggen toch altijd iets, dat je het nu goed doet of slecht doet. Of, je hebt toch altijd commentaar, dus daar moet je niks van aantrekken. En je moet gewoon af en toe wat aan jezelf denken. Okay. Als je ook regelmatig aan de anderen denkt. Sporten en meer aan jezelf denken. Ze moet vooral een goesting doen, maat. Okay. Echt waar. Dat zijn we momenteel wel aan het doen, toch? Ja. Iets dat wel lijkt een beetje me wel amai. Een goesting doen. Absoluut. Dit is echt wel, wij zitten wel in een luxe positie. Ik ben heel blij dat we hier mogen zitten. Maar is dit het enige wat jullie doen? Ganse dagen podcast opnemen? Willy zit daar tot ik met iemand nieuw binnenkom. En, en ik hang vast, hè, dus dat is echt, ik kan niet weg. Dus, nee, niet alleen dit. We zijn dus ook social media content creators. Dus we maken content op veel dingen. En nu eigenlijk binnenkort, wanneer dit uitkomt, over bijna exact een maand, eerste grote liveshow in de Arenberg. Dus gaan we dit doen op een podium, nog groter, ja, met echte auto's. Nee. En die is uitverkocht? Met echte Lambo's. Het is nog niet volledig uitverkocht. Als er daar tips zijn die wij van jullie kunnen krijgen, van hoe... Maar wat ga je dan doen op dat podium? Geen idee. Praten. Voorlopig. Praten. Zingen kan ik niet, dus we moesten iets anders vinden. Wie kon jij zingen? Niet zo goed als jullie, maar... Ja. Is er ook een rol voor Matthias? We hebben geen budget voor ze. Nee, maar het is wel de bedoeling. Dat is dus al geweten. We gaan 2 gasten uitnodigen, mm-hmm, die dat wij heel cool vinden. Misschien, we kunnen het tegen jullie wel zeggen. Gewoon. Ja. Onlangs. En het zijn mystery guests. Dus het is... En laat jullie horen voor. En dan komt de gast pas op. En dan weet iedereen pas wie dat komt. En onlangs. En we gaan ook een cameo van
komt ook even. Dus, wordt wel een goed gezelschap. Het wordt leuk. Het gaat gewoon een leuke show zijn. Ja. Zijn er daar dingen waar we moeten denken als we dan op dat podium staan voor 800 man? Dat jullie denken van, doe dat zeker niet. Zingen. In jouw geval dan, hè? Onthouden? Ja, oké. Okay. Okay. Maar je gaat toch een beetje een idee hebben. Zo klein beetje een soort... Ik zou zeker de greenscreen meenemen en, zo, en de Willy dan in allerhande situaties brengen. Oh, ik zou dat wel een beetje voorbereiden. Ja. Allee, je gaat toch niet zomaar en zeggen, dat zijn onze gasten, we zien het wel. Dat gaat hoe lang gaat de show duren? Nee, dat is, een uur, anderhalf uur, mikwap. Oh, oké, dat is niet zo lang. Dat is niet super lang. Nee. Maar dan is, nog, is het toch goed om enigszins een idee te hebben wat jullie gaan doen. Ja. Een beetje. Ja. En dan nog wat ruimte laten voor improvisatie en inspelen op dingen die er geroepen worden of gezegd worden in de zaal. Maar dat je ook elke keer weet, als het even zou dreigen stil te vallen of het is niet meer plezant, ik kan altijd terug naar dat. Okay. Ja, dat dus is, je moet ergens een en ander vast hebben waar je altijd terug naartoe kunt grijpen. Een en ander vast. Ja, kijk, we hebben sowieso wel een paar ideetjes. Pak de Jos mee. En je kunt altijd alles toetsen aan de Jos. Ja, en als we even niks weten... Ja, je kunt de Jos laten op een of andere manier iemand... De Matthias die kan dat, want het is toch niet voor beeld. Voordat je het weet, heb je een show met een pratende beer. Voilà, we hollen die beer uit en we zeggen de hele show niks, maar Matthias zit erin. Dat kan marcheren. Ja. Ja. Zou zomaar eens kunnen... En misschien is dat zo'n bangelijk concept dat Studio 100 het wilt kopen en dan... Ja, gewoon wij met een pratende beer. Voilà. Amai. Kijk, voilà. Klinkt als een concept. Het is geregeld hier. Wow. Oké, okay, dus kom naar de live show. Er zijn nog tickets in de beschrijving. Maar nu gaat het snel gaan met de tickets. Ik zou mij haasten als je er wil bij zijn. Want een pratende beer... Dat wilde ik niet... Maar kijk, we zijn nu precies beloftes aan het maken die we niet kunnen waarmaken. Voordat we straks gaan afsluiten dan, zijn er een paar dingen die we zeker moeten doen. Eerst en vooral zetten we altijd een kijker, luisteraar een beetje in de spotlight en die geven wij een Twitter shout-out. Dus die hebben iets geretweet op Twitter. Ik ga allemaal termen gooien, hè. Geretweet op Twitter. Jullie mogen één van deze namen uitkiezen. Die krijgen niet alleen een shout-out, maar ook stickers aan de podcast en 50 euro aan het doen. Moet je nog altijd zeggen, geretweet, terwijl het nu... Eigenlijk exit en niet meer Twitter. Gerie-ext. Ja, maar dat klinkt minder goed, toch? Ik weet niet. Ik zit niet op Twitter. Hè, dus ik weet niet wat de regels zijn, maar ik zeg nog steeds tweeten en retweeten Twitter. Ik gebruik eigenlijk ook geen Twitter. Ik vind er nogal een negatief platform vaak. Hoe kijken jullie naar mensen die niet op sociale media zitten? Ik kijk daar niet naar. Ik zit er wel, hè. Oh, shit. Geen Facebook, geen Instagram, geen TikTok, geen Twitter, geen niks, hè. Ik ben... Ik bel met mijn vrienden, ik ga ermee op café. Mag ik een heel serieus antwoord? Ik vind dat supercool. Ik vind dat echt supercool. Maar dit is onze job. Dit is waar ik heel gelukkig van word. Ik kan niet zonder social media. Als ik zonder social media zou leven, dan zou ik een andere job moeten vinden. En ik doe dit gewoon veel te graag. Okay. Maar mocht ik iets anders vinden dat ik super graag doe, dan denk ik niet dat ik op social media zou zitten. Ik heb één gevonden. Oké. Okay. Ja, altijd sober. Er staat bij, ik drink niet. Mijn gebruikersnaam is dus geen grap. Oké. Respect. Heel altijd respect. Sober. Altijd sober. Maar ik drink ook niet. Dus ik vind dat ook geen grap. Ik vind je het drinkt ook geen alcohol? Het is Marie Merckx. Ik lust dat niet. Marie Merckx, ja. Marie Merckx? Ik dat is de dochter van Gerrit Verhulst en Eddie Merckx. Oh. Hebben die iets samen? Een dochter. Maar voor die gossip rustig misschien. Ja, dat zie je weer juicy roddels hier. Ongelooflijk. Ja. Maar ik vind dat wel iets. Ik maak me soms zorgen over het alcoholgebruik van de jeugd. Dat snap ik. Vroeger gingen we uit en dan dronken ze... Degene die dronken was pintjes en misschien wat wijn of zo. Ook op de vuiven. Mm. Tegenwoordig is dat allemaal met sterke dranken. Hè? Ja. Maar dat is wel een verschil, hè? Absoluut. En ja, maar vroeger, sterke drank? Vroeger waren ze altijd opzats, miserie. Ja. Mm. Sorry, mannen. Ik zal wel een oude zak klinken die belerend is, maar het is altijd miserie. Sommige mensen kunnen er niet tegen en anderen kennen hun grenzen niet. En het komt altijd wel ergens uit om 2-3 uur 's nachts met miserie. Wat? We gaan, opa, sabiet breng ik hem terug. Sabiet breng ik hem terug naar de home, hè. Geen probleem. Wij drinken ook niet zoveel, dus het is, ik ben helemaal akkoord, hè, voor alle duidelijkheid. Maar soms is het wel tof, toch? Ja, maar ik vind gelijk mijn zoon, die al redelijk veel uitgaat en die drinkt, maar die is heel verantwoordelijk. Okay. Ja. Dus die komt nooit, ladder zat thuis of die gaat nooit... Dus ik vind dat hij dat heel goed doet. Neemt niet weg. Die gasten zeggen, ja, we gaan dan indrinken daar. Ja. Dit en papa, een flesje. Is dat veel veranderd? Zo, het indrinken, was dat bij jullie een ding? Voordrinken op voorhand? Nee, dat bestond niet. Nee? Geen ding? Oké. Dat is inderdaad wel gewoon... Persoonlijk, omdat wij niet veel drinken en ik eigenlijk de afgelopen jaren niks gedronken heb, ging ik liever naar die voordrink, omdat dat wel gezellig was en je kunt nog wat met mensen praten. En dan op het feestje zelf... Dat is bescheiden, hè?
is iedereen, verdwijnt er iedereen? Er is niks zo erg als echt een zatte mens. Mm-hmm. Dat is echt, zeker als je zelf niet zat bent. Ja, te lallen en te zagen. En te... Sommige zatte mensen zijn heel tof en heel grappig. Mm-hmm. Maar de meeste worden heel fysiek en te roepen in je oren. Oh. Ja, maar ik denk, wij zijn ook geen gewoontedrinkers. Dat merk je heel vaak, mensen die elke dag een pintje of een glas wijn drinken of zo. Ik denk dat dat er zo wat uit is in onze generatie. Mm-hmm. Ik denk dat wij vaker, ik ben zo voor een hele generatie aan het praten, vooral voor mijn ervaring dan. Ik zou vooral echt alcohol drinken als ik echt weet van, ik wil zat zijn van de avond. Want voor de rest, ik geniet niet van... Dat is een goede manier dan. Ik geniet niet van pintjes. Dat is wel een effectieve manier om zat te worden, alcohol drinken. Ja. Dat is een top 1 effectieve manier om zat te worden, alcohol drinken. Maar dus altijd sober, stuur mij een DM op Instagram en dan stuur ik u alles op wat jij net verdiend hebt. Zie om te luisteren. Ik heb het geapprecieerd. Hebben jullie ook wat geapprecieerd? Altijd sober, Marie aan het luisteren. Zeker. Marie Merckx of zo. Ja, top. Willy, jij ook geapprecieerd? Absoluut. Merci, Marie. Cool. Nog één heel belangrijk ding dat we altijd doen. Ja, wat ik niet snap is, waarom is hij nu in één keer in New York? Dat vind ik... Hij had dan nog niet door dat vrijheid speelde. Ik had goesting in een hotdog. Hij is, maar dat is serieuze een hotdog. Wow! In het eind van de aflevering scheiden wij hier het kaf van het koren. Dan scheiden wij de mensen van die luisteren tot het einde van deze podcast, van de mensen die dat eigenlijk niet doen. Die gewoon eens klikken en komen kijken, maar niet echt luisteren. En dat doen we aan de hand van een comment. Wij creëren hier met z'n vieren straks een comment. Dat doen we door gewoon een random woord te zeggen. Een random woord, denk maar aan iets. En wanneer de Matthias aftelt, dan zeggen we dat allemaal tegelijkertijd. Dat is de comment van de week. Die moeten ze hier onder de YouTube-video plaatsen. En dan weten wij, die heeft tot het einde geluisterd. Slimpie, slim. Dus zijn jullie klaar? Hebben jullie een woord? Ja. Willy, heb jij een woord? Ik heb een woord. Matthias, kunt jij tot 3 tellen? 3, 2, 1. Valor. Verzekeringsmaatschappij. Wow. Verzekeringsmaatschappij? Ik heb niet geluisterd. Ik heb het niet kunnen horen. Parachutespringer. Parachutespringer. Ballon. Fiets. Fiets. Mijn lievelingsnummer van Cluzo. Zet in de comments. Verzekeringsmaatschappij, parachutespringer, ballon, fiets. Dan weten wij dat je tot hier bent geraakt. Super merci als dat het geval is. Mag ik nog één ding vragen? Waarom mag de Matthias geen comment verzinnen? Matthias, wilt jij er nog iets bij gooien? Banaan. En als je die comment nog niet hebt afgeschreven, zet achter je comment nog banaan. En dan weten wij dat je tot hier hebt geluisterd. Wauw, wat een comment. Dat is de langste so far. Heer, super merci om hier te zijn. Graag, het was vrij plezant. Dat is heel gezellig. We hebben gereisd, goed gelachen. We hebben nog wel veel toekomstplannen ook, hè? Ja? Ja, want ja, jongen, alle dingen waar wij nog moeten podcasts over maken, dat is... Je hebt de show met een sprekende beer, je hebt een podcast over oudercontact. Allee, ik bedoel, het jaar 24 ligt vast, hè? Ja, we hebben eigenlijk vol boekt vanaf dit punt. Ja, en vanaf dan is het niet meer dan Arenberg, maar het Sportpaleis. Met jullie moet dat lukken, hè? Ja, doe het voorprogramma. Stel je voor. Ja. Gaat het komen? Ik wil heel graag komen. Ik wil ook wel graag komen. We moeten nog de juiste dag vinden samen. We zijn nu echt ook vol bezig met deze allemaal. We echt niet kunnen nadenken over even chillen. Maar het is pas in december. Hè? December, je hebt tijd, man. Ja. Ja. Wij gaan sowieso komen. Episch. Maar hoe cool is dat eigenlijk? Dat zal waarschijnlijk 100 keer naar jullie gegooid worden, maar ik vind het heel cool dat jullie gewoon meerdere sportpaleizen kunnen vullen. Ja, dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Is dat een gevoel dat ooit normaal wordt? Nee. Dat is altijd geweldig. Ja. Ik had gezegd dat ze daar een antwoord al op gingen hebben. Dat de vraag is dat iedereen stelt. Maar dat is wel echt ongelooflijk cool. Merci om hier te zijn. Willy, jij ook merci. Ja, en merci we aan gaan iedereen. Losmaken, hè. Groeten daar in Finland, hè. Ja, ik... wat eet je in Finland? Reindeer. Reindeer. Zo'n kop van Rudolf. Dat is wel een hele grote reindeer. Ja. Maar ik heb ook grote honger, dus dat komt goed uit. Iedereen van jullie die gekeken heeft, super merci om te kijken. Like en abonneren, dat is goed voor mijn ego. Tot volgende maandag. Peace.